Ja, ik wil het hebben over de robotisering, maar dit is mijn stelling. Dus door robotisering gaan we er allemaal op vooruit, als het goed gaat. Je ziet dat robotisering al oud is, automatisering al oud is. In 1956 zijn de eerste industriële robots gebruikt. Dat betekent voor een heel groot deel van de industrie dat er wat zieloos werk werd weggenomen. Er werd efficiënter gewerkt, effectiever gewerkt, het kostte minder. En er werden inderdaad minder mensen voor ingezet. Fabrieken stonden vroeger vol met mensen die redelijk zieloos werk deden. En dat is voor een groot deel door de automatisering weggenomen. Wat je nu ziet is dat er steeds meer processen efficiënter en effectiever worden. Dat de producten die daaruit voortkomen, dat die goedkoper worden, maar wel beter. Een auto roestte vroeger en viel uit elkaar. Tegenwoordig zijn ze uitermate veilig. Met name ook door het feit niet dat er mensen in rijden, maar door het feit dat die auto veiliger gemaakt wordt. Door de robotisering van die auto. Ik denk dat over 20 jaar wordt het gewoon verboden om zelf nog een auto te besturen, omdat dat veel te gevaarlijk is. Daar zouden ze nu al mee moeten beginnen misschien. En wat je ziet is dat er steeds meer van die robotisering in onze samenleving plaats gaat vinden. Er worden steeds meer handelingen worden verricht door semi-robots die nog niet autonoom en intelligent zijn, maar die wel een hoop taken van ons overnemen. Ik ben pas geleden geopereerd door een robot die aangestuurd werd door een mens. Maar wat wil je? Wil je een arts die de dag daarvoor net iets te veel gedronken heeft en ruzie met zijn vrouw heeft en daar alleen maar aan denkt en die met zijn scalpel zo mij probeert te opereren? Of wil je een robot die nergens aan denkt dan de taak die hij moet uitoefenen en die op een perfecte wijze tot een duizendste millimeter nauwkeurig kan snijden? Dus dat zijn van die vragen die niet alleen in de medische sector spelen, maar in alle sectoren. Dus die banen die voor een deel worden verricht door robots, maar in dienst van de mens. En je zal er dan inderdaad minder menselijke activiteit voor nodig hebben, maar je moet het instrumenteel zien. Je moet kijken van de werkomgeving wordt prettiger voor een ieder die daarmee te maken heeft. En het betekent inderdaad dat de werktijd wordt verminderd. In 1900 werkten we allemaal 70, 80 uur in de week alleen, in de week alleen om eten voor jezelf te genereren. En een bed misschien als je mazzel had. De welvaart was veel kleiner en we werkten allemaal heel erg veel. En het was voor een deel ook heel geestdodend werk. Dat is natuurlijk, je ziet dat die lijn opwaarts is. Wij hebben gewoon veel meer. Dus er is natuurlijk nog heel veel armoede. En er is ook geen gelijkheid in die welvaart. Maar juist door die robots kan je, veel meer verdelen. Er wordt zoveel welvaart gegenereerd door de inzet van robots, dat je moet denken aan een universal basic income. Dus een basisinkomen, wat je kan verdienen door een fonds te creëren waar een heleboel van die welvaart die door robots wordt gecreëerd, in wordt opgenomen. Dan heb je helemaal geen uitkeringen meer nodig, dan heb je helemaal geen gezondheidszorg die betaald moet worden uit het werk van anderen. Dan heb je die nodig, want alles kan worden betaald door de opbrengst die gegenereerd wordt door die robots die elkaar repareren, die elkaar maken, die Afrika ontginnen, die iedereen ervoor zorgen dat iedereen eten heeft en dat waterputten worden geslagen. Dat soort robots, die komen er. Ga maar door hoor. Maar we hebben angst voor robots. We vinden het eng. We vertrouwen het niet. Maar dit wordt een beetje met hooivorken voor de trein staan, want dat ding gaat veel te hard, maakt een hoop lawaai en we kunnen met paard en wagen ook nog wel vooruit. En de automatisering, dat kost me een hoop banen. Er verdwijnen allemaal banen. Er zijn ontzettend veel banen ook
gegenereerd door die automatisering. Een heleboel mensen werken in de automatisering. Maar je hoeft niet zoveel te werken. Ga maar door. Die angst moet weg zijn. Dit is Sophia, die is staatsburger geworden in Saoedi-Arabië. Dat is een robot, een intelligente robot. Die dus emotionele intelligentie ook heeft. En dat kan je er allemaal inbrengen. Er zullen steeds meer autonoom, emotioneel intelligente robots komen. Ze zijn er nu nog niet. Maar dat betekent dus dat zij robots zullen taken van ons overnemen. Ja, zo zal het zijn. Maar hebben wij een probleem gehad dat er Google is? Ja, natuurlijk hebben we een probleem met Google, maar dat is een ander probleem. Maar dat wij nu gewoon alles kunnen opzoeken. En dat we niet aan iemand moeten vragen, ga je even naar de bibliotheek en zoek dat even voor mij uit? Nee, we kunnen alles vinden. Het kost allemaal veel minder tijd. En niemand heeft daar een probleem van gemaakt. Ja, wel dat Google alles van ons weet. Daar maken we wel een probleem van. En terecht. Maar dat is iets anders. Gaan we door. Als je ziet in welke bedrijfstakken er het meest effect zal zijn van de robotisering, dan in de financiële sector zullen er klappen vallen. Want daar zullen banen verdwijnen. Maar je ziet dat bijvoorbeeld de industrie en techniek, dat daar helemaal niet zoveel verdwijnt. Waarom niet? Omdat dat al voor een heel groot deel gerobotiseerd is. En daar heeft nooit iemand een probleem van gemaakt. Natuurlijk, het werken achter de lopende band is niet iets voor mensen. Daar moet je geen mensen voor gebruiken. Dat is slavenarbeid. Wat je ziet is dat er zeker banen zullen verdwijnen. Er zullen ook banen door worden gecreëerd. De mens zal zeker een rol spelen in het werk. Alleen, er zal minder werk zijn. We gaan gewoon minder werken door de robotisering. En daar moeten we eigenlijk heel blij mee zijn. Dus dat betekent dat je kan je zinniger werk gaan doen. En dus in mijn oplossing moet iedereen een basisinkomen krijgen. Daarbij moet het geld niet in een paar zakken verdwijnen, zoals dat nu is, dat er 8 mensen net zoveel vermogen hebben als de armste helft van de wereld, alles bij elkaar, dat mag niet meer bestaan. En het wordt heel moeilijk natuurlijk om daar een mondiale oplossing voor te vinden. Maar dat is wat er moet gebeuren. Dit is even een ontzettend duidelijk schema voor jullie. Maar moet ik stoppen? Ja, dat is goed. Ja. Dat is de singulariteitsgedachte dat wij digitaal denken, dat wij naar een biologisch, chemisch, dynamisch denken gaan, zoals we zelf zijn, en dat we die kunnen creëren, die robots kunnen creëren. Ik had er net met Achmed erover van, voor $750,000 kan je al een mens kopiëren, maar we mogen het niet, want er zijn ethische vraagstukken die wij eigenlijk niet aan de orde willen stellen. Maar je kan dus al een robot maken uit een mens. Je kan dus al een kloon maken en die kan je ook verbeteren. Wat er gaat gebeuren misschien, wat een probleem gaat worden, is dat er een kloof komt tussen de verbeterde en de niet verbeterde mens. Je kan dan een oog maken waar een telescoop in zit. Dus dan kan die wordt gewoon aangesloten op je oogzenuw. En dan kan je niet ook kijken. Nee, dan kan je veel beter kijken. En dat is waarschijnlijk iets wat gaat gebeuren waar we nog wel enige angst voor kunnen hebben. Maar goed, voor robots hoeven we niet bang te zijn. De stelling is inderdaad, daar gaan we straks op terugkomen. Ik wil het even gaan hebben over paradigmaveranderingen, vooral vanuit historisch perspectief. Elke verandering dat wij efficiënter, in feite waar het op neerkomt, arbeid konden omzetten tot een bepaald goed, heeft een impact gehad op de arbeidsmarkt. En als we nou gaan kijken naar het allereerste begin, toen hadden we nou gewoon gereedschappen wat ons in staat stelde om landbouw te doen, waardoor wij niet meer hoefden te verzamelen en te jagen. Maar die landbouw heeft ook weer heel veel extra banen gecreëerd. En als je daar nu vanuit historisch perspectief terugkijkt, en je kijkt naar waterkracht, je kijkt naar wind, en uiteindelijk kom je bij de industriële revolutie. Ja, we hebben op dit moment heel weinig hoefspelen, omdat we niet zoveel paarden hebben om
simpel om die te beslaan met hoefijzers. En hoe ik vooral kijk naar de toekomst toe is door ook een stukje terug te kijken. Wat heeft automatisering ons gebracht? Wat heeft het internet ons gebracht? Dan zie ik dat er alleen maar banen bijkomen. Deels doordat de wereldbevolking ook alleen maar aan het toenemen is. Ook de bevolking hier in Nederland. En deels omdat het een effect zoals het internet heeft ook een bepaald effect op de arbeidsmarkt. Omdat het gewoon veel meer banen creëert die wij niet in eerste instantie voor mogelijk hebben gehouden. Niemand zou denken dat wij via bijvoorbeeld een thuisbezorgd gewoon vers eten bij ons thuis konden laten bezorgen nog geen 20 jaar geleden. Terwijl dat nu gewoon hartstikke normaal is. Dus ook om te kijken naar robotisering, ja, je ziet die verandering wel op je afkomen, maar je weet niet precies wat voor effect dat nou gaat hebben op de arbeidsmarkt. En ja, er veranderen dingen. We gaan dingen efficiënter maken. Maar ik probeer ook daarin een stap verder te denken, daar waar arbeid in feite zo goedkoop wordt, dat het niet meer in relatie staat tot bijvoorbeeld een salaris. En dat wij in feite als samenleving moeten gaan nadenken, wat is nou de volgende stap? Wat gaan wij nou als samenleving doen op het moment dat arbeid niet meer relevant is? Dat een machine het goedkoper kan produceren dan jij zelf zou kunnen. En ik denk dat wij zeker zeg maar, vanuit een politiek perspectief daar enorm hard over moeten gaan nadenken voordat we zo meteen voor een voldongen feit worden gesteld. En dat je ziet dat andere landen dit al aan het toepassen zijn. Ze zijn er ook ontzettend ver in als we kijken naar bijvoorbeeld steden zoals een Hongkong of een Singapore, waar ze heel veel van dit soort taken al aan het automatiseren zijn. Waarbij ze steeds minder bijvoorbeeld afhankelijk zijn van migratie van andere landen om lage lonenbanen daarin op te vullen. En wat voor effect gaat dit vooral hebben op de rest van de wereld? En hoe zorgen we ervoor dat die welvaart die hiermee gecreëerd wordt, in feite verdeeld wordt? Of gaan wij naar een wereld toe waar er een enorme kloof gaat bestaan tussen mensen die wel hier in een dergelijk systeem zitten en mensen die hier gewoon simpelweg geen toegang toe hebben, omdat ze totaal daar niet kunnen betalen, maar ook niet de infrastructuur hebben om het toe te kunnen passen. En ik denk, als wij hier niet over nadenken, dat dit wel een van de allergrootste problemen kan worden voor de komende eeuw. Nou ja, als mensen nog vragen hebben of klachten, dan kunnen ze allemaal altijd via deze lijstje bij mij terecht.